Hallo allemaal en welkom bij de Silver Lining. Vandaag doen we een unboxing van twee fantastische gouden munten die allebei ook historisch significant zijn. Ik heb twee gouden munten gekocht van iemand die ik ken en ik heb ze kunnen kopen voor de goudwaarde. Dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. En de eerste munt, de kleinste munt, is een gouden munt, gouden 20 frank uit België van koning Albert I. Munt uit 1914. Hier natuurlijk 20 frank en 1914, het jaartal onderaan. Ik vind dit een bijzonder mooi portret van de koning. Ook in legeruniform, waarschijnlijk niet toevallig in 1914, het jaar dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Maar deze munten zijn geslagen nog voor de Eerste Wereldoorlog en men is ermee gestopt tijdens de oorlog. Dan is het niet opportun natuurlijk om nog gouden munten te maken. En eigenlijk het contrast kan niet groter zijn. In bijvoorbeeld Gent heeft men op een bepaald moment noodgeld gemaakt uit karton. En dat vind ik in deze munt zo fantastisch, die historie dat daar eigenlijk aanhangt, dat je ziet deze munten van net voor de Eerste Wereldoorlog, hoe dat de maatschappij in termen van geld dan toch enorm veranderd is. Deze munt is daardoor ook iets zeldzamer, zijn er maar 135.000 van geslagen. Op zich klinkt dat niet zo weinig, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de gouden 20 franken van Leopold II, ja, daar zijn er 20 miljoen van geslagen over de jaren heen, dus dat is toch wel specialer. Deze bestaat in het Nederlands en in het Frans. Deze is in het Nederlands, dat zie je, Albert I, koning der Belgen, maar bestaat dus ook in het Frans en zijn enkel in 1914 geslagen. 90% goud zoals gebruikelijk was bij de gouden munten, de 20 franken en de 10 franken in Europa in die periode. Zeer, zeer leuke munt, ben ik zeer blij mee. Toen ik deze zag, wou ik die hebben en de persoon van wie ik ze gekocht heb, wou ze verkopen. Dus deze wou ik niet laten gaan. En de tweede munt die ik heb, die is zowaar nog fantastisch. Het is ook een pak groter natuurlijk en is de $20 Double Eagle uit Amerika. Echt een fantastische munt, 34 mm, 34 gram, is ook 90%, is 30 gram zuiver goud. En hier zien we een fantastische beeld van Lady Liberty. En ook daar links onderaan, daar het kapitool neem ik aan in Washington. Echt een fantastisch munt als je ze in de hand hebt, qua gewicht, qua grootte. Toen ik deze zag, was ik er ook meteen verliefd op en ook deze wou ik niet laten gaan. En hier hebben we natuurlijk de fantastische adelaar. Veel detail in de vleugels en bovenaan de United States of America $20. En deze is ook speciaal, want in 1908 is het enigste jaar dat er een aantal geslagen is dat hier niet het motto staat in God we trust. En dat komt door president Roosevelt, die vond, alhoewel dat hij religieus was, dat in God we trust niet langer op de munten moest staan, omdat die munten gebruikt werden om drank te kopen. Ze werden gebruikt in bordelen, ze werden gebruikt in casino's. Maar omdat men daar toch, omdat het Amerikaanse volk daar toch een beetje door geschokt was, wou men dat terug op de munten en later in 1908 is In God We Trust er terug opgekomen. Dus de munten van 1908 bestaan in de twee versies, maar het is wel het enigste jaar dat het motto er niet op staat. Dit is voor mij toch wel een van de grotere aankopen die ik gedaan heb in goud of in zilver. Ook een van de grotere unboxings. Wie mijn video had gekeken in begin dit jaar met de doelen die ik voor mezelf had gesteld, die zal zich misschien nog herinneren dat ik had gezegd dat ik twee goud aankopen ging doen. Ik had niet verwacht dat ik ze alle twee samen ging doen of zo begin van het jaar. Maar enerzijds omdat ik die twee munten echt niet wou laten gaan, omdat ik deze zeer graag wou. En omdat ik ze aan de spotprijs heb kunnen kopen, ja, heb ik gewoon ze allebei gekocht. Ik hoop dat jullie ook deze munten zo fantastisch vinden en genoten hebben van deze video. Laat zeker in de comments weten wat jullie meest fantastische gouden munten zijn. Vergeet zeker niet te abonneren. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.